bij een nieuwe podcast van Verder en Verder. Nou, we filmen deze keer weer. Ja, dat is ook wel echt heel leuk. Dit is de tweede die we nu aan het filmen zijn. Ja. Het is wel een beetje wennen. Ja, het is echt wennen. Esther zei net, ik moet echt wennen dat ik geen microfoon voor me heb. Maar dat heb ik ook wel weten. Ja, maar goed, ik vind het wel leuk. Ik ook. Ja, heel leuk. Maar ik was dus gisteren, ik ga dus naar een psycholoog wel eens. En coach, psycholoog. Coach, psycholoog. En ik was er net. Jij was er net. Ja, we gaan altijd een beetje in dezelfde tijden. Ja. En dan deel ik eigenlijk van alles wat me gewoon dwars zit. Of juist niet. Of wat ik leuk vind ook. Maar heb jij ook wel eens dat je erheen gaat en denk je, waar moet ik het nu eigenlijk weer over? Ja, dat had ik dus gisteren. Ja, dat had ik ook. Nou, en dus het is ook helemaal niet heftig of zo. Maar het is gewoon best wel luchtig. En ik heb ook al best wel leuke gesprekken. Ja. Maar ik had dus gisteren, ik weet ook niet hoe we hierop kwamen. Maar had ik dus een gesprek over dat ze zei van, nou, kleding, dat doet altijd best wel heel veel met je persoonlijkheid. Ja. Ook hoe je je voelt of je gelukkig bent of niet. Dus ze zei, je moet maar eens op zwangere vrouwen letten. En een zwangere vrouw die heel mooi gekleed is, die is vaak gelukkiger met haar zwangerschap dan een vrouw die bijvoorbeeld kleding van haar man aan heeft, of het heel erg probeert te verbergen, of er niet echt energie in steekt. Dat geloof ik wel. Maar ik heb ook, als ik zit beter in mijn vel als ik vind dat ik er leuk uitzie. Vandaag vind ik wel dat je er heel leuk uitziet. Ja, maar dan zit ik dus automatisch beter in mijn vel. Maar ik weet niet, dat is echt zo gek. Maar ik heb ook, als ik dus vind dat ik er stom uitzie, dan kom jij binnenlopen en dan zie je er heel leuk uit. Dan vind ik dan toch kut. Ik ook. Vind ik ook bij jou. Ja, en dus eigenlijk, ik heb nu als goede voornemen, dus voor dit jaar, heb ik dat ik de avond van tevoren dus al mijn setje klaar leg wat ik de volgende dag aan wil. Ja. Want ik heb heel vaak, als ik opsta en ik kijk in mijn kast, dan weet ik gewoon niet wat ik aan wil doen. En dan doe ik gewoon een oude trui aan met een spijkerbroek en een buitenhoed. Ja, dat is wel een goeie. Maar ik vind het wel echt klaar. Ik vind dit wel echt een vrijgezellen ding. Want als je vrijgezel bent, heb je daar gewoon s'avonds tijd voor. Ja, dat klopt. Maar kijk, dit had ik anders nooit aangedaan in de ochtend. Want dan heb je geen zin in zo'n broek en hakken, weet je wel. En nu ligt het klaar. Dan denk je, ja, dat doe ik maar. Maar goed, dit onderwerp, dat vonden we zo interessant. Dat we dachten, voor deze podcast nodigen we Manon Meeuwis uit. Manon Meeuwis is het nu geworden, hè? Ik moet zelf ook. Nee, zo heet ik helemaal niet. Ik denk, oh, wacht, zo heet ik wel. Het lijkt wel een beetje op elkaar. Ja, als je het heel snel zegt, hoort niemand het verschil. Ja. Maar jij bent natuurlijk begonnen als stylist. En nu ben je helemaal gespecialiseerd. Je bent een soort style shrink geworden. Ja. En gespecialiseerd wat het effect is van kleding op hoe happy je bent. Want herken je ook wat wij zeggen? Absoluut. En ik denk zelfs dat het nog wel verder gaat. Want jij geeft aan, weet je, dat iemand, jouw psycholoog tegen jou heeft gezegd van, let maar eens op zwangere vrouwen. Ik durf het eigenlijk nog wel breder te trekken van, kijk maar eens naar iedere vrouw. Als je iets aantrekt waar je heel blij van wordt en wat je ook echt oont en dus ook vol trots durft te dragen, dan geloof ik erin dat je uiteindelijk zelfs echt gelukkiger kan maken. En het is zo jammer dat we allemaal opgroeien met de boodschap dat kleding super oppervlakkig is. En ik denk dat dat mij op een gegeven moment ook een beetje stoorde in mijn stylingwerk. Dat ik dacht, nee, maar ik zie iets magisch gebeuren als een outfit echt klopt bij iemands persoonlijkheid. Daarom ben ik daar ook op doorgegaan. En misschien is dat wel meer, zeg maar, oppervlakkig als in dat het niet kleding is. Maar ik vind wel met echt merkkleding of zo. Dat misschien wel. Want ik vind dat je er even leuk uit kan zien als je een outfit van de Zara aan hebt die helemaal bij je past, dan dat je iets hebt van een nieuwste collectie van Dior, wat eigenlijk net niet bij je past. In principe maakt dat inderdaad volgens mij niet uit als iets maar echt bij jouw persoonlijkheid past. En dat is vaak nog wel iets wat we lastig vinden. Want je zal denk ik elke stylist horen zeggen, als je vraagt naar een top 3 aan tips, dan weet je, wat is nou jouw allerbeste tip en wat is jouw grootste geheim om er goed uit te zien? Dan denk ik dat elke stylist wel zal zeggen, blijf zo dicht mogelijk bij jezelf. Maar bijna niemand weet hoe die dat moet doen. Nee, want ik denk wel, jij hebt natuurlijk heel veel tv-programma's ook gedaan. En ook vooral programma's dat je mensen ging stylen. Ja. Die vooral niet weten wat hun stijl is. Nee. Maar wij kijken er allemaal naar van, ah, grappig, zij weet niet wat haar stijl is en ze ziet er eigenlijk, kleedt ze zich anders dan dat haar staat. Ja. Maar ik denk wel, ik kan daar zo naar kijken, maar heel eerlijk gezegd, van mezelf weet ik ook niet wat mijn stijl is. Nee. Nou, dus heeft niet iedereen dat? Ik kan het nog gekker maken. Ik was stylist en ik vertelde het. Ik denk dat we op een gegeven moment met mijn stylingbureau misschien wel 100, 200 setjes per week eruit knalden om iedereen te kleden. En ik wist het voor mezelf niet eens. Nee? Ik denk dat ik misschien, ik heb een paar jaar geleden een boek geschreven, dat heet Kleed jezelf gelukkig.
En daarvoor heb ik heel veel onderzoek gedaan naar hoe dat nou werkt, kleding en psychologie. En uiteindelijk een test bedacht, omdat ik er helemaal gek van werd dat het zo ingewikkeld was om je eigen stijl te vinden. En dat ik ook bij mezelf merkte dat het zo'n lastige speurtocht was. En dat je door zoveel trial and error, weet je wel, dat je superveel dingen gaat kopen. En dat je uiteindelijk denkt, ja nee, dit is het toch niet. En dan dacht er heel even gelukkig van te worden, maar ik draag het niet. Ik word er toch niet blij van. Of eeuwig van die dingen als, ja, ga maar moodboards plakken. Ja, en dan heb je 20 plaatjes en dan weet je nog niet, klopt het nou? Je wilt toch heel graag ook van iemand anders bevestigd krijgen, is het goed, is het niet goed? Ik denk dat daarom het beroep stylist nu ook zo'n grote aftrek vindt. Maar ik wist het ook niet. En pas toen ik dat onderzoek ging doen en ging bedenken van, oh, maar wacht even, er is echt a whole world behind it. En we mogen het op een andere manier gaan bekijken. Toen is bij mij, denk ik, ook voor mezelf echt het kwartje gevallen. En wat was dan dat het kwartje viel, zeg maar? Wat was dat? Omdat ik die vertaalslag heb gemaakt van de stijlelementen. Dus alles, stel dat je alles wat wij aan hebben nu hier... wacht, we wisselen eerst even naar het jongenpak, anders wordt het een heel gekke podcast. Maar stel dat we daarna alles wat we aan hebben op een tafel zouden leggen en al die onderdelen zouden gaan analyseren. Van kleur tot materiaal, tot snit, tot details, knopen, ritsen. Is het goud, is het zilver? Weet je, dat noem ik dan zeg maar de stijlelementen. Je kunt alle kledingstukken volledig ontleden. En ik heb die eigenlijk gekoppeld aan persoonlijkheidskenmerken, waardoor je niet meer per se gaat kijken naar, je smaak komt op een tweede plek. Zien we alle twee kijken wat zegt zij. Maar je smaak komt op een tweede plek. Maar daardoor weet je altijd, als je die test doet, omdat die test heel erg gebaseerd is op je karakter, ga je daarna in één keer snappen, als je die uitkomst hebt met je top 3 aan stijlarchetypes, je stijlpersonalities, snap je in één keer, fuck, maar nu begrijp ik waarom ik het ene moment zin heb in dit en het volgende moment zin heb in dat. En heel erg altijd neig om dit te kopen, maar het uiteindelijk nooit aantrekt. In één keer, het is alsof je alsof je in één keer kunt lezen. Weet je nog dat moment, ik weet dat nog heel goed, dat moment van vroeger dat ik achter in de auto zat bij mijn ouders en dat je voorheen altijd dacht, als je op vakantie ging, wij gingen altijd met de auto naar Zeeland of Frankrijk, weet ik het. En dan las je die, probeerde die borden te lezen, maar had je natuurlijk geen idee wat er stond. Dan dacht je die blauwe borden met die gekke witte dingetjes. En het moment dat je kan lezen, dat je denkt, wow, er staan woorden. Ja. Dat is echt, dat is oprecht wat ik zelf nog met kleding had. Dat ik in één keer dacht, oh, maar nu snap ik het. En nu snap ik ook wat andere mensen willen zeggen met hun kleding. Het is natuurlijk echt bizar. Moet je voorstellen dat je, onze kleding is ons allerbelangrijkste non-verbale communicatiemiddel. Wat vind jij dan van bijvoorbeeld scholen met uniforms? Dat alle kinderen hetzelfde uniform aan hebben. Ik kan me voorstellen dat het, als je op een leeftijd bent, dat je heel erg je persoonlijkheid aan het ontwikkelen bent, kan het twee kanten op gaan. Of het is superhandig. Ik geloof eigenlijk dat het superhandig is om kleding daarvoor als instrument te gebruiken. Maar ik kan me ook voorstellen dat het niet altijd eerlijk is en daarmee frustrerend als bijvoorbeeld de een wel alles kan betalen, omdat het juist ook in die leeftijd dus super belangrijk is en de ander niet. Dus op, ik denk dat zowel voor en tegen iets voor te zeggen valt. Maar het is wel een, wat ik net zeg, het is ons belangrijkste communicatiemiddel. En ik denk juist dat je in de leeftijd van de middelbare school het heel belangrijk is om jezelf ook door middel van je kleding te ontwikkelen en daardoor je eigen persoonlijkheid te versterken. Maar het is ook een leeftijd waarin, weet je, kleding is natuurlijk sowieso een soort, het is ook een middel als kuddegedrag. Hè? We zijn heel erg geneigd, we hebben heel veel spiegelneuronen in onze hersenen. En we zijn continu, als ik jou nou de komende weken 10 keer tegenkom en ik laat je 10 keer een plaatje zien van schoenen die ik heel graag wil, dus de kans heel groot dat jij ze volgende week ineens ook wil. Oh, terwijl je ze daarvoor, toch? Terwijl je ze daarvoor misschien nooit wilde, maar dat is hoe ons brein werkt. En in je puberteit, en dat heeft ermee te maken dat we als mens ook heel graag bij een ergens bij willen horen. Het is niet veilig, dat is natuurlijk vanuit de oertijd, als je in je eentje was, de kans veel groter dan dat je opgegeten werd, dan dat je met een hele grote groep was. En wij gebruiken kleding nog steeds heel erg ook als middel om ergens bij te horen. En dus dat kan je ook een bepaalde gevoel van veiligheid geven in de puberteit. Dus dat wordt misschien ook wel weer een beetje zo afgeschermd als je er uniformen van maakt. Is denk ik voor alle twee wat te zeggen. Ja, maar wat ik me afvraag is, kijk, wij volgen natuurlijk allemaal heel erg trends.
Ja. Maar geloof jij er dan ook heel erg in om trends te geloven? Of zeg je, nee, je moet heel erg bij jezelf om het te volgen? Dus blijven, ja. Als je het mij vraagt, mogen we morgen mode afschaffen. Ja, echt? Omdat het allergrootste mindfuck is die er is. Want ik heb dus ook, dus net zoals wat jij zegt, van als ik dus die Balenciaga-schoenen zie, die vind ik het eerste jaar lelijk. Tweede jaar denk ik, oké, nou ja, ik ben eraan gewend. Derde jaar denk ik, ja, het is al wel geweest, maar ik wil ze toch. En je voorbeeld, hè? Precies ja. uit wat er eigenlijk gebeurt. Maar toch wil ik het dan wel. Ja, en dan is het... dat vind ik ook wel echt een heel goed voorbeeld. Ja. Helemaal nu. Ja. Maar eigenlijk is het vierde stapje dan ook nog. Dat, want je zegt eerste jaar, tweede jaar, derde jaar. En het vierde jaar zijn ze uit. Ja. Ja. En dat, dus dat loopje. Dan heb ik ze net. Precies dat. Ja. Dat hele dat hamster, ik noem het een beetje een soort van hamsterrad. Je kan nooit op tijd instappen. Nee. Als je helemaal vooraan staat, dan begrijpt niemand nog wat is zij aan het doen. En je doet het eigenlijk, is het een soort van aan elkaar laten zien. Dat jij begrijpt wat zij begrijpen, wat de rest misschien nog niet begrijpt. Maar snap je wat ik bedoel? Ja. Het is een soort meemaken erbij horen. En eigenlijk is mode al de minute dat het... Volgens mij is dat, het is een quote van, die is niet van mezelf, maar die is van een hele beroemde designer. Ik weet even niet meer wie het zou... Misschien Karl Lagerfeld of zo kunnen zijn. Zo'n soortachtige quote die zegt... mode is eigenlijk al gemaakt om de volgende dag alweer uit de mode te zijn. En dat is precies wat het is. Het is een soort van spelletje wat je nooit kunt winnen. En eigenlijk wat je doet... Ik zeg altijd, kleding is je tweede huid. Het enige laagje tussen jou en de rest van de wereld. Dus ook wat ik net zei, weet je... Het is het, misschien wel de belangrijkste en meest snelle manier... om je persoonlijkheid te laten zien. Je moet ook wel een soort van trailer van een film... Dat je krijgt een heel kort stukje van de film te zien. En op dat moment bepaal je, wil ik de hele film zien, ja of nee? Ja, dat kan je kleding ook voor je doen. En dat kunnen we allemaal heel stom vinden. Maar we zijn nou eenmaal gewend om in hoekjes te denken. En dat snapt ons brein ook. Omdat we zoveel informatie te verstouwen krijgen. Dat het ook fijn is als dingen in hokjes gaan. Dus, als ik een heel verhaal te ratelen, weet ik even niet meer waar ik ben. Oh ja, nee, dus hoezo zou je je dan laten leiden door mode... terwijl je ook je persoonlijkheid als eerste kan kiezen? Ja. En over je eigen stijl gesproken. Ja. Dat klinkt zo makkelijk, hè, van volg je eigen stijl. Maar ik vind dat echt super moeilijk. Ik zou niet eens weten waar ik zou moeten beginnen. Nou, jij zei net dat je eigenlijk ook niet wist wat jouw stijl is. Nee, maar wat... En weet je hoe dat komt? Omdat we, denk ik, omdat we zo geneigd zijn om... vind je het bijvoorbeeld ook dan al lastig? Want die vraag kreeg ik vroeger altijd heel vaak van vrouwen. Dat zeiden van, ja, ik weet niet of ik een gimpermeisje of een hakkenmeisje ben. Ja, dat weet ik ook niet. Nee. Nou, en het mooie is, als je gaat werken met die test... of met het systeem waarmee ik dan werk, wat ik ontwikkeld heb... is dan werk je eigenlijk met je top 3 stijlpersonalities. En die ga je elke dag... met elkaar mixen. En dan kan je dus heel makkelijk, als je de ene dag denkt... ja, ik ga voor hakken. En dat past bij mijn stijlarchetype, de lover. Om even een voorbeeld. En de andere dag wil je een ander stijlarchetype. Bel van jou, wat echt bij jou hoort. En waarmee je ook zelf je unieke mix maakt. Maar die kun je dus elke dag opnieuw en verschillend maken. En daardoor gaan mensen wel denken... hey, weet je, dat is echt Anne of dat is echt Esther. Maar... daardoor wordt je stijl nooit saai. Want we hebben altijd het gevoel dat het dan is... als je een eigen stijl hebt... dat dat bijvoorbeeld altijd een jeans met een jasje en met laarsjes moet zijn. Ja, maar dat is niet je eigen stijl. Het heeft meer te maken met die... wat ik in het begin van ons gesprek al zei... het heeft meer te maken met die stijlelementen. En dat je die soort consequent terug laat komen. En wat zijn stijlelementen? Wat voor dingen? Dat kunnen dingen zijn als kleur. Dat kunnen dingen zijn als snit. Zijn er bijvoorbeeld wel of niet roesjes... kant, materiaal, gebruik, goud of zilver. Dus eigenlijk alles hoe je een kledingstuk kunt ontleden. Ja, ik heb ook wel eens, dan zit ik bij een vriendin... en dan ziet ze er supercool uit. Echt zo'n Kim Kardashian-stijl of zo. Dan denk ik, ik vind dat dus ook een heel goed voorbeeld. Ja. Kim Kardashian, iedereen wil altijd dat moet ik hebben, dat denk ik dan. Ja. En de volgende dag zit ik weer bij iemand die heel netjes eruit ziet. Echt als een soort, beetje zo'n preppy lookje met wit en gewoon... Ja, wat netter. En dan denk ik, ja, dat vind ik leuk. Dat moet ik hebben. Maar eigenlijk... wat te gek als je dus eigenlijk zou kunnen checken... wat er bij jouw persoonlijkheid zou passen. Ja. En dat misschien wel eruit komt dat je alles met elkaar in een mix kunt gooien. Want als ik het andersom zou doen... en eigenlijk doe ik dat liever niet omdat ik elke keer zeg van... weet je, je moet... ga uit van je eigen stijl en laat het je niet meer door iemand anders vertellen. Maar als ik een soort van quickscan zou maken... en dan zeg je en Kim Kardashian en preppy... dan geloof ik ook heel erg dat jij... jij zei namelijk net ook al van... hoor, jij bent meer netjes. Ja.
dan geloof ik heel erg dat je sowieso de lover en de boss lady in je hebt. En de lover vindt het heel fijn om in de spotlights te staan. Ja. En die kan ook wel een beetje zeg maar, de randjes opzoeken. Die vindt het ook lekker om sexy te zijn. Die houdt heel erg van schoonheid en vrouwelijkheid etaleren. En, dat is wel een type uitsnit. Ja, maar die wordt ook graag gezien. Ja. En die vindt het ook niet erg. Ik gebruik wel eens de vergelijking. Je hebt mensen die komen het liefst via een showtrap ergens binnen. En je hebt mensen die het liefst via de achterdeur binnenkomen. En de lover is echt het type, pak de spotlights en hallo showtrap. En ik denk dat je dat heel erg in je hebt. Maar ik zie ook iets van boslady. En de boslady is juist weer heel erg, nee, we gaan dingen wel volgens de regels doen. We moeten wel zorgen dat het klopt. En die wil wel heel erg afgerekend worden, niet op de schoonheid, maar op de competentie. Okay. Die vindt het bijvoorbeeld super belangrijk. De lover kan het wat minder schelen wat mensen van haar vinden. Ja. En de boslady die wil wel heel graag van, ik wil wel graag dat mensen voelen dat ik weet waar ik het over heb. Dus die zit veel meer op competentie. En zo zie je al dat, dus al dat soort karaktertrekken ook heel erg bepalend zijn voor wat voor kleding jij je echt thuis voelt. Dat zie je dat bij Esther anders? Nou, maar dit is echt trouwens heel grappig. Want dit, alles wat jij nu zegt, dat slaat gewoon de spijker op zijn kop, gewoon hoe jij bent. Ja. En dan denk ik, hoe kan jij dat nou zo even uit je mouw schudden. Maar nu terwijl ik echt wel bij alles denk van wow. Maar nu ben ik wel benieuwd wat ze over jou te zeggen heeft. Ik denk ook dat jij lover in je hebt. Maar jij hebt ook de ik denk ook de girl next door in je. En die is zeg maar die is heel toegankelijk. Ik denk dat de mix bij jou heel erg is dat de lover in jou wil wat liever gezien worden. En de girl next door vindt het af en toe ook wel lekker om een heel klein beetje in te blenden. En niet heel erg, want daarvoor heb je denk ik ook een te sterke lover in je die wel graag gezien wil worden. Maar klopt dat maar wat ik zeg? Vond ik jou weer heel street. Nou, ik had gisteren had ik bijvoorbeeld een oversized pak aan. Ja. En een kort topje erop met gimpen onder. En dat zou jij nooit aandoen. Nee. En is de kans 9900 dat je ook de urbanite in je hebt. En de urbanite die heeft plat gezegd net gezegd maling, maar echt plat gezegd eigenlijk gewoon een beetje scheid. En die is heel erg die vaart heel erg op de eigen koers. En die kan het ook. Die heeft een beetje lak aan de regels. En juist eigenlijk het tegenovergestelde van de bosleden. En ik kan me best wel voorstellen dat dat ook een misschien wel het ding is wat het meest verschillend tussen jullie twee is. Maar het lijkt heel dus wel vaak kom ik ook op kantoor of dan spreek ik met elkaar af. En dan heeft Esther iets aan en denk ik echt, gadver. En dan zeg ik tegen Esther, een boslady vindt niet zo erg als de outfit zeg maar, van de urbanite. Omdat voor jou is heel erg je iets netjes in je kleding aan hebben is ook een vorm van een soort van onbewuste of niet afgesproken of ongeschreven manier om je respect aan iemand anders te tonen. Want zo toon je ook respect aan jezelf. En dan vind je een urbanite, zeg maar een beetje sneakers en een beetje zo streetachtig, dat kan je in jouw wereld zeg maar bijna niet maken. Ja, ik overdrijf klopt. Het, hè? Want die archetypes zijn natuurlijk. Klopt, ja. Ja, dus dat is echt het verschil dan tussen boslady en urbanite. Maar het grappige is wel, als je het dan een paar keer hebt gezien, dan wil je het altijd van me lenen. Ja. Dus uiteindelijk. Dat zijn weer die stomme spiegelneuronen. Ja. En daarom is het zo ingewikkeld. Als je je daardoor laat leiden, dan kom je nooit tot de outfit waar je echt heel erg in thuis voelt. En volgens mij is dat het verschil tussen of je het ook kan ownen en dus er echt snoeihard in gaat stralen en helemaal in gaat shinen. Ik denk dus wel dat, stel je voor, je gaat dus heel erg van je eigen stijl uit en ben je daar gewoon heel consistent en sterk in. Mm. Dat je dan minder snel terugkijkt op foto's van een paar jaar geleden, dat je denkt, oh god, wat had ik daar nou aan? Ja. En hoe fijn zou dat zijn? Snap je? Want je hebt toch wel eens een paar jaar geleden dat je terugkijkt en dat je denkt, ja, die trend, dat in was, dat begrijp ik. Ja, of dat ik daaraan meedeed. Ja. Snap je? Dus allemaal van dat geloof ik absoluut. Die want allemaal zoals Kim Kardashian uit willen zien. Ja. Denk ik, ja, die hebben allemaal zo'n soort acrobatenpak aan. En dan denk ik, over een paar jaar, dan gaat iedereen terugkijken en denken, jezus, dat ik echt dacht dat ik dat kon hebben, snap je? Omdat iedereen gewoon volgt altijd. Ja, wij waren ook laatst in Dubai en zeiden we, ja, dan komt er een acrobaatje. Grappig. Dat dekt ook wel de lading, toch? Ja. Maar ik vind wel die eigen stijl. Ik zou dat voor mezelf heel leuk vinden. Ik denk, wij zijn natuurlijk tweeling, dus wel dat ze een heel goed voorbeeld. Zou ik het heel leuk vinden als wij allebei een hele eigen stijl zouden hebben. Want maar dat hebben jullie stiekem ook wel, hoor. Ja, en dit vind ik dus juist wel leuk om te horen. En zou ik me wel iets meer in willen verdiepen. Het zou best wel kunnen dat jullie bijvoorbeeld op twee archetypes hetzelfde scoren. En dat je derde archetype, dat net een andere is. En dat maakt
Dus dat je verhouding, dus je mix van personalities er uiteindelijk ook anders uit komt te zien. En dat kan soms dan voor jezelf heel subtiel voelen. Maar dat is wel net het verschil tussen jij voelt je thuis in dit en jij voelt je meer thuis in dat. Ik denk dat het sowieso urban is. Ja? Het verschil. En ik zit altijd bij jou. Je moet even je décolleté iets meer bedekken, want je ziet het allemaal veel te goed. Dat is denk ik bij jou dan net die girl next door die af en toe even zegt... Trek een t-shirt aan of zo. Of wat stoerder. Zo grappig. Ja. Maar ik vind wel... Ik denk, ik moet jouw boek gewoon echt gaan lezen. Ik heb hem nog niet gelezen, maar ik denk wel dat je op die manier... kom je er veel meer achter hoe je dicht bij jezelf kan gaan staan. Ik laat jullie de test wel doen. Ik wil hem sowieso even die test gaan doen. Ja. Ik ben heel benieuwd wat daaruit komt. Ja, want wat is het voor jezelf? Jouw stijl. Ik heb innovator... Uitgesproken uit. Helemaal niet. Ik heb innovator, lover en urbanite. En dan heb die lover en urbanite heb ik natuurlijk al wat over gezegd. Maar die innovator is denk ik een beetje hoe ik vandaag ben. Yeah. Dus alles is een beetje ingetogen met misschien wel zo'n accent als van die... grote schouders. En eigenlijk, wat ik al zei, weet je wel, het zijn een beetje karikaturen. Dus je bent nooit 100% zoals je archetype, maar je voelt je heel erg verwant aan wat diegene wil uitstralen. En de innovator heeft eigenlijk heel erg de behoefte om andere mensen te laten zien dat hij wel een soort van artistiekerig is. Of dat hij wel weet waar hij het over heeft. En ik noem mezelf eigenlijk altijd dan een beetje... een soort van zo'n modemiepje, weet je wel. Die wel dan een bepaalde tas heeft. Ja. Maar heel erg daar een soort van tof over doet. Van dat er nergens iets op staat. Maar ondertussen dat je wel denkt, kind, wat doe je moeilijk. Ja, dat is een beetje de innovator. En die heb ik echt nog steeds wel in me. Maar eigenlijk heb je dan best wel in je carrière... heb je dan een enorme draai gemaakt eigenlijk. Ook van visie. Dus dat je eerst... gewoon eigenlijk wel begonnen bent als stylist... die bijvoorbeeld een steltje echt aan iemand kan aanmeten. Ja, absoluut. Maar dat het niet per se hoeft te zijn dat iemand dat ook echt ademt, zeg maar. Dat het diegene wel heel leuk staat. Absoluut, maar diegene kan voelen, ja, heel leuk dat Boho-steltje. Maar het staat me. Niet meer kunnen doen. Omdat ik nu zo weet dat je kleding zo'n persoonlijk iets is... dat je eigenlijk, het is je tweede huid... en je kan je eigenlijk nooit door een derde persoon laten vertellen... hoe die eruit ziet. Nee. Dat krijg ik nu niet meer aan mezelf verkocht. Wat grappig dat dat zo... Maar en ik weet wel dat ik het... Ik kan... stylist zijn is natuurlijk ook een heel technisch iets, hè? Ja. Dus dat je ook best wel kan kijken van... hier word jij leuker van deze shape... of deze kleuren of deze vormen. Maar het wil ook niet zeggen dat je er daadwerkelijk beter in voelt. En pas toen ik ging zien dat verschilletje... dat als iets dus klopte bij iemand. En daar, bij vrouwen gingen hun schouders meer naar achter. En gingen ze wat sexier lopen. Ja, ja. Mannen gingen meer grapjes maken. En ik dacht, wat is dan dat dingetje? Ik wil dat magische ding wat er kan gebeuren als je goed zit. Dat wil ik heel graag vangen. En dat wil ik aan mensen zeg maar zelf terug gaan geven. Van hoe kan je dat nou voor jezelf doen? Ja, maar je hebt natuurlijk ook best wel extreme dingen gedaan... in die programma's die je hebt gedaan. Want je hebt... Je hebt al echt Honor de Madonna, heb je die gedaan? En Modepolitie. Modepolitie, inderdaad. En dan krijgen mensen wel in één keer een makeover. Dat is natuurlijk het allerleukste om naar te kijken. Ik zou nog steeds echt fantastisch vinden... als er een makeoverprogramma op televisie zou komen. Omdat het heerlijk is om een voor en na te zien. Ja. Ik zou het alleen niet meer zelf kunnen maken. Nee, niet op die manier. Dan niet dat ik degene ben die zou zeggen... sorry, je draagt altijd zwart, vanaf nu wordt het fel roze. Ja, nee, als ik zou wel vanuit die psychologische benadering... zou ik het fantastisch vinden. Maar dan zou ik iemand ook zelf de tools en het inzicht willen geven... en willen uitleggen en laten zien... En dat is gek, hoe laten zien hoe dat verschil voelt. Maar ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Maar dan zou het wel aan de hand zijn van bijvoorbeeld zo'n test... dat iemand dat uiteindelijk zelf gaat toepassen. Ja, en dan kan ik dingen erbij uitleggen. Maar ik zou nooit meer kunnen zeggen, moet dit aan. Nee. Eigenlijk is dat ook veel leuker als je dat van zo'n benadering zou kunnen doen... in plaats van, oké, we gaan bij jou dit steltje even aanmeten... en dat staat je beter. Nou, het is duurzamer. Ja. Omdat je er... Ik denk, wat mijn angst is, dat als je zeg maar zo'n 180 graden metamorfose zou doen... is hoe lang gaat iemand dat zelf volhouden? Ja. Klopt het? Ben je die persoon dan echt of ben je naar iemand anders aan het... leven of aanpassen of naar je stijl. En als je iets doet wat echt bij jezelf past... dan kun je dat ook veel langer volhouden. Ja. En je daar dus ook echt thuis in gaat. Het lijkt me trouwens wel hilarisch om... Honor de Madonna.
Ja, maar eigenlijk dat zou lijkt je dus, me echt zo. Dan zou je dus ook die mensen eens na een jaar of zo weer moeten opzoeken. Kijken of ze echt een ander. Hebben ze dat wel eens gedaan, volgens mij, toch? Zijn ze dan niet weer helemaal terug gewoon in hun eigen stijl? Ja, volgens mij vaak wel. Want dat is misschien toch wel weer hoe je bent, hoor. Maar misschien voelen zij zich gelukkiger in zo'n kledingstijl. Ja, weet je wat ik eigenlijk denk? Dat je kunt je kleding gebruiken om jezelf gelukkiger te kleden. Maar als je dat nooit is aangeleerd, dan kan je kleding ook een schreeuw om aandacht zijn... Die niet per se altijd gezond voor je is. Ja. Oh, dat ja. is dan dus even mijn ontzettende... Dat is wel iets achterliggend. Ja. Ja. En dan heb ik nog een vraag. Stel je voor, je zou dus echt heel erg. Je weet dus heel erg wat je stijl is. Je hebt jouw boek gelezen en je denkt, oké, nou ja, ik ben er een beetje achter. Is de kans op miskopen dan ook kleiner? 100%. Dat zou jij wel interessant vinden. Ja, ik heb een hele kast vol miskopen. Oh, dan moet je eerst een ander programma bij me doen. Dat heet namelijk Nooit meer miskopen. Oh, echt? Ja. En het is, wat daar heel tof aan is, is dat we allemaal denken dat een miskoop maar gewoon een miskoop is. Maar ik zie een miskoop heel erg als je navigatiesysteem. Ja. Wat je eigenlijk vertelt waar jij als persoon het liefste naartoe wil. Ja. Vaak koop je, ik zal je een voorbeeld geven, toen ik nog iets van 60, 70 uur per week in Hilversum achter de schermen werkte. Toen was eigenlijk de dresscode, nou net als nu, van top tot teen in het zwart. Ja. En super makkelijk. Ik moest elk moment op mijn knieën kunnen gaan om ergens een veter te strikken. Zoals een hele glamorous job lijkt. Ja. Nee, echt anything but. Maar mijn hele kast, alles wat ik kocht, was alleen maar glitter. Dus ik was eigenlijk heel veel aan het werk en heel erg op de achtergrond. En mijn kast vertelde me eigenlijk, vriendin, ga gewoon eens een keer wel naar een feestje wat je nu de hele tijd afzet. En misschien wil je ook wel een keertje een klein beetje gezien worden en niet alleen maar op die achtergrond. En zo zit er achter alle manieren waarop we verzamelen, maar dus ook hoe jouw kast eruit ziet. Ik bedoel, ben je bijvoorbeeld, je kan een kluis zijn en dan kan het zijn dat je heel veel dingen stiekem koopt, zonder dat je het vertelt aan andere mensen. En dat je bijvoorbeeld ook bonnetjes wegmoffelt. En dat zijn de personen die altijd zeggen, heb je iets nieuws? Nee, dat had ik al 2 jaar. Of de uitverkoop. Ja, en de kluis heeft bijvoorbeeld als onbewuste angst. Want er zitten vaak je angsten en verlangen zitten eronder je manier van verzamelen. En de kluis heeft bijvoorbeeld als onbewuste angst dat ze het vervelend vindt of bang is dat andere mensen haar veroordelen. Ja. Maar je hebt bijvoorbeeld ook de voorraadkast. Dat is degene die het truitje koopt en die denkt van, nou, dit is echt een tof truitje. Dan koop ik het gelijk. Ik heb het nu in blauw. Ik koop het gelijk in het grijs en het zwart. Oh, ja. Want deze zit goed. En die hebben dus de angst om altijd te weinig te hebben. Die zijn dus heel erg de angst voor tekort. Nou ja, en zo heb je dus 10 kasttypes. En als je weet wat je kasttype is en wat dus ook je valkuil is qua miskopen. Dat ik alles dan in andere kleuren koop. Nee, jij hebt wel veel, voorraadkast. Echt veel kleding. Ja. Ja, maar misschien kan ook nog een poppenkast zijn of een vitrinekast. Of, nou, dit is echt zo'n heel, ik ga het je laten doen, maar het is een heel scala aan kasten. En als je die snapt, dan weet je eigenlijk, ik zeg het altijd, het is de eerste stap richting een gelukkige kast. Eerst weten wat je niet meer moet doen, voordat je gaat uitzoeken wat je wel beter kan gaan doen. Nou, dat lijkt me ook wel een hele goeie, want ik denk dat veel mensen echt zooi in hun kast hebben die ze überhaupt echt nooit aandoen. En dat ze dat nog wel bijkopen, omdat ze ook niet weten dat ze het in hun kast hebben liggen en nooit dragen. Precies ik dat. Ik heb wel sinds mijn kast netjes is, dat ik weer weet wat ik heb. Ja, dat en dat, ik, dat het ook weer overzichtelijk in mijn hoofd is. Ja. Want je weet het gewoon niet. Als je kast een rotzooi is, dan hoe ziet jouw kast eruit? Idioot netjes, maar ik ben alles in de bakjes en de vakjes. Om inderdaad, wat je zegt, ik heb overzicht nodig. Ja. Ik word helemaal gek als het rommelig is. Hey, maar mag ik jullie iets vragen? Want jullie zijn natuurlijk helemaal de specialisten op het gebied van sieraden. Ben je dat dan ook begonnen? Want ik vind sieraden namelijk een van de belangrijkste dingen in een persoonlijke stijl. Bijna persoonlijker dan dat wordt het niet. Bijna ieder sieraad wat je draagt heeft een verhaal. Is dat dan ook jullie beweegreden geweest om dit te gaan doen? Zo, dat is wel een goede vraag. Ja, nee, dat is het wel echt. Want wij hadden van onze moeder hadden we een kettingje gekregen met afstuderen. Maar het was geen bijzonder kettingje. En toen dachten we, hoe leuk zou het zijn als we haar handschrift daarin zouden kunnen zetten. Oh, wauw. En toen kregen we zoveel vragen daarna. En ook met een vingerafdruk hebben we dat gedaan. Ja, en het is wel zo, een outfit. Je trekt elke dag een andere outfit aan. Maar voor mijzelf, ik draag elke dag dezelfde sieraden. Ja, precies. Je sieraden dus, zijn echt voor het leven, toch? Het is echt consistent, zeg maar, in je... Ja, in je outfit komt het altijd in terug. En bij ons zijn het ook meer erfstukken, denk ik. Ja, dus ik denk wel hoe belangrijk het zo persoonlijk is. Ja, dus ik
ik vind daarin ook wel grappig ook wat jij zegt. Dat je met mode altijd dacht van, nou, het kan iets oppervlakkig zijn. Heel veel mensen dachten dat ook bij ons met sieraden. Maar dat ik altijd dacht, nee, er zit nog zoveel meer achter. Want het is emotie. Het is wie je... Ja, precies. Het is bij jullie ook, sieraden zijn, als het goed is, nooit vluchtig. Nee. Toch? Die heb je voor leven, ja. Als je een vrouw, als je naar de sieraden kijkt, dan kan je bij heel veel vrouwen, of naar de hand alleen al kijkt, kan je heel, als zij vertelt van waar sieraden vandaan komen, die heeft ze bijvoorbeeld van de ex-vriendje gehad, maar draagt ze nog steeds. Ja. Die is van de, weet je wel, van de moeder die ze heeft geërfd. Ja. Je kan best wel veel opmaken eigenlijk van het leven van een persoon. Maar ook met initialen. Absoluut. Ja, en dat vind ik dus altijd wel heel... bijzonder eigenlijk, dat sieraden best wel veel zeggen over een persoon. Maar dat is natuurlijk, nu hoor ik dat ook, dat het dus bij kleding eigenlijk heel erg zo is. Misschien wel grappig om ook te vertellen hoe we elkaar hebben ontmoet. Ja. Want dat, want dat heeft er wel een beetje mee te maken. Ja, absoluut. Want, absoluut. Nou, hoe lang is het geleden, denk je? Ja, ik heb net even zitten rekenen. En ik denk dat het ergens in rond 2010 geweest moet zijn. Dus dat is echt gewoon al 13 jaar geleden. Ja, 13 jaar geleden. Oma vertelt. Toen hadden wij een, toen studeerden wij. En toen sliep ik op de kamer bij Esther ook. Ja. En het was echt kommer en kwel eigenlijk. We hadden echt geen geld gewoon. Alleen wel een bedrijfje, dat heette toen nog Venice Luxury. Dat was gewoon met wat grotere sieraden. Was dat eigenlijk statement sieraden. En die maakte dan zelf. En toen was nog Twitter. Ja. En toen zat ik volgens mij de modepolitie te kijken. En zou, ja, dat zou heel goed kunnen. Ik kan, jullie kunnen het echt nog beter plaatsen dan ik. Ik weet, dat jij nog dat jij het berichtje had gestuurd. Dat je zei, ik heb Manon Meijers een berichtje gestuurd. Ja. Maar omdat jij had een outfit bij elkaar voor iemand gemaakt of zo. Toen zei ik, ja, heel leuke outfit. Maar het zou nog leuker zijn met een sieraad van Venice Luxury. Maar best wel gedurfd eigenlijk. Best wel een beetje... Ja, het was ik ook, hou daar heel erg van. En het is... Maar ik gebruikte ook nooit Twitter. Dus dat ik ook niet dat eerlijk dat... gezegd. Dus het is, dit was dan een ment, ontzettende ment to dus be. Dus het was ook niet dat ik dat bij iedereen deed of zo. Nee. En toen kreeg ik daarna kreeg ik een berichtje terug. Oh, leuk. Overmorgen een shoot met... Nee, toen zijn we dus gewoon... Nee, kom maar een keer langs bij ons op kantoor. Ja. En toen zijn we langs geweest. Maar toen was ik best wel verbaasd. Want ik dacht, jij had best wel kunnen denken... Wat een asociaal kind. Ja. Nou, die ga ik echt niet uitnodigen, hoor. Nee, weet je wat ik dus heel leuk vond? Dat zullen jullie ook merken. Dat je best wel vaak berichtjes krijgt van andere meiden... die misschien ook wel heel tof vinden wat jullie doen. Of die heel graag ook een eigen sieradenlijn willen. En dan heb je meiden ertussen die je misschien een mailtje gaan sturen... van, hey, kunnen we even koffie drinken? En kan je dan alles vertellen hoe je dit gedaan hebt? Dat je denkt, maar daar heb ik heel hard voor gewerkt. Ja. Dat is, ik ben geen docent of lerares. Dus, weet je, ik vind kijkje in mijn keuken best wel lastig. Ja. Maar jullie kwamen zeg maar echt iets brengen. Je kwam echt met een tof idee, met een goed idee... En ik weet nog dat ik het zo... En ik kan het dan dus ook heel erg waarderen als ondernemer. Als andere jonge ondernemers dus met een heel gaaf en vet idee komen. En dus daar af en toe ook wel... Het was niet brutaal. Het was gewoon een soort van... Laat het beleefd bij de hand. Grappig of gedurfd. Ja. Het was eigenlijk superleuk. En ik vergeet echt nooit meer het moment dat jullie binnenkwamen. Dat was volgens mij nog in mijn oude kantoor. Had ik ook van die grote vierkante tafels beneden. Ja, ja, ja. En dan gingen jullie ook dingen neerleggen. En dat ik gelijk dacht, oh, maar deze twee die gaan het... Ik weet niet waarom. Ja, ik denk wel waarom. Omdat je gewoon weet dat je... En toen al kon zien en voelen dat jullie gewoon een plan hadden. En je ook gewoon niet van plan waren om je door wie of wat dan ook uit het veld te laten staan. Maar, jullie gingen het gewoon maken. Ja. Maar het grappige was ook dat jij zei, kom morgen maar langs. Maar dat ik Esther opbelde. Ja, ze zegt, kom morgen maar langs. Maar dat we helemaal geen voorraad hadden. Dat is niet de bedoeling. Dat we toen wel... Toen hebben we dus allemaal dingen zitten maken en zo. Dat we dat mee konden nemen. En toen zei jij nog, nou, heel leuk allemaal dit. Ik vind echt, ik heb morgen een shoot met Wendy van Dijk, geloof ik. Nu zou heel leuk zijn als ik haar wat sieraden om kan doen. Dan zei ja, superleuk, leuk. En we liepen die deur uit. Toen zeiden we hebben helemaal geen sieraden. Toen hebben we serieus de hele nacht doorgewerkt. Ja. Zijn we gewoon niet gaan slapen. Ja. Om die sieraden te maken. Ja. Echt fantastisch. Maar dan gewoon tegen jou doen. En volgens mij echt nog leuke publicaties eruit gehaald, toch? Ja. Nou, en... Toen hebben we dat Doe, die droeg toen naar première een zwart jurkje. En toen werd ze dus geïnterviewd door de Telegraaf. En toen had ze dus gezegd van... Ja, ik heb een heel simpel zwart jurkje aan. Maar door de ring van Ferris Luxury... Maar ook met maak naam. Een hele outfit helemaal af. Volgens mij had je het toen super slim gedaan. Jullie hebben mij uiteindelijk een soort van doosje gegeven. En ook gezegd, hou maar. En als iemand het wil...
hebben. Of als iemand wil dragen, dan mag je het ook wel hebben. Ja, dat is natuurlijk echt het allerslimste wat je kunt doen door er een soort van giveaway van te maken, waardoor mensen ook, daar krijg je ook automatisch die gunfactor van. Ja. En het is wel leuk dat wij dachten, hou alles maar. Ja. Neem alles mee. Als er ooit iemand een keer wat mee kan doen, graag. Ja. Dat dachten we. Maar door die kleine dingen is wel dat je daardoor is wel echt voor ons is dat zo'n hoogtepunt geweest in de afgelopen jaren wat we hebben gedaan, dat jij misschien helemaal niet door hebben gehad dat wij gewoon juichend in de kamer hebben gestaan doordat we dat zagen. En onze ouders die hebben echt dat stukje uitgeknipt en bewaard. Oh, wat lief, wat leuk. Ja, zo leuk. Weet je hebt misschien niet helemaal door wat je voor iemand kan betekenen, maar het is eigenlijk wat ik net zei. Ik denk wel dat ik op dat moment al door had, of in ieder geval het gevoel had van oké, met deze twee, die komen er wel. Ah, konden we toen maar even in de toekomst kijken eigenlijk. Ja, dat je dan nu hier zit. Maar dan had ik het niet geloofd. Ik ook niet. Dan had ik het echt niet geloofd. Als we deze scène even konden afspelen toen. Ja. Nou, ik vind het wel grappig om nog even af te sluiten dat ik deze schoenen die Manon aan heeft, die had ik dus ook aan, hè? Ja. Toen zei Anna, de Urbanite, van die hippe schoenen, wat moet je daar nou weer mee? Weet je nog? Ja, ja. Hey, maar welke archetype was het ook? Urbanite. Ja. Zie je? Dus ik heb Urbanite echt aan het embracen. Door dit gesprek zijn er wel achter dat ik toch echt degelijk een andere stijl heb. En deze schoenen, dat was ook jouw deze die had ik gekocht en die heeft ze nu ook zelf gekocht. Maar dus het grappige is aan deze schoenen dat ze vanochtend kapot waren. En dat ik ze dus heb gemaakt met een stukje boeptape. Oh, wauw. Oké, dat vind ik heel ingenieus. Ik leer je nog styling skills. Altijd handig van die tapejes. Ja. Maar we moesten natuurlijk leuk uitzien van Manon, hè? Dus, Weet je dat het echt zo vaak heb, dat mensen soms ook een beetje lichtelijk teleurgesteld zijn als ik dan weer een soort van in mijn innovator clean outfit binnenkom. Want mensen hebben altijd het gevoel alsof ze naar een soort ik heb heel vaak een soort van echt te gek, maar een soort kerstdiner voor me. Snap je wat ik bedoel? Ja, dat mensen altijd het idee hebben dat ik nog ieder moment stop, modepolitie kan gaan doen. Maar dat heb ik echt heel lang niet meer. Ik moet wel eerlijk bekennen, toen ik je zag zitten, dat ik dacht, oh gelukkig, ze ziet er gewoon normaal uit. Ik zie er misschien nog iets aparter uit dan dat jij eruit ziet. Dus daar was ik heel blij om. Absoluut. Ja. Maar ik wil je heel erg bedanken voor je komst. Ik vind het echt een super interessant gesprek. Heel leuk. Ik denk heel dat leuk om jullie zo te zien. Echt te gek. Echt werk te doen hebben. Ja, ik ga die test doen. In onze eigen stijl ontwikkelen. Ja. En dat jij daar wel echt het voorzetje hebt gegeven. Dus dat is sowieso heel leuk. Ja, leuk. En dank je wel dat je er was. Thanks for having me. Yes, wat vond jij nou van die archetypes? Ja, ik vond heel wat zij over jou zei, vond ik echt spot on. Ja, hè? Ja. En over jezelf? Ook. Maar ik denk dat jij er wel uitziet nu als Girl Next Door, maar dat je dat eigenlijk toevallig vandaag bent. Ja, ik heb niet vaak zo'n outfit aan. Nee. Vind je wel? Nee, want eigenlijk vind ik jou ook weer wel een lover. Ja. Ja. En ik vind jou wel een urban. Wat zei ze? Urbanista? Ja. Dat vind ik jou wel. Ja? Ja. Soms. Maar ik vind jou niet echt een girl next door. Maar toevallig vandaag misschien even. Ja. Maar dit is ook een uitstapje, denk ik. Ja, want zij ziet jou natuurlijk vandaag. Ja. Hetzelfde als ik nu lichtroze trui aan zou hebben. Ja. Ja. Maar dit vind ik niet jouw stijl die je eigenlijk altijd aan hebt. Maar ik denk wel dat ik dus me iets meer ga mijn eigen stijl ga ontwikkelen. Ja. Ik denk dat jij dat ook moet doen. Want ik denk wel, dat is juist leuk als je een tweeling bent en je bent niet zo'n kopietje van elkaar. Maar welke stijl wordt het dan? Maar je kan toch een combinatie hebben? Je hoeft niet één stijl te kiezen. Nou, ik denk een combinatie van het urban en die lover. Ja, en wat bij mij? Ik denk wel dat die business en lover wel echt een goede combinatie voor jou is. Ja, maar ik heb er nooit zo naar mezelf bij gekeken. Nee? Nee. Maar wat zou je dan van tevoren hebben gezegd wat jouw stijl is? Wel business. Ja. Business en sloeber. Maar deze outfit ga ik trouwens ook jatten, want die heb Business en sloeber. Maar deze outfit ga ik ook jatten, want die heb ik wel ook in de kast liggen. Ja. Deze outfit is trouwens helemaal niet duur. Nee, maar heb jij vaak dure outfits? Soms heb ik wel van die keypieces ertussen. Laatste tijd ook niet zo heel veel. Nee. Het is zonde van je geld. Ja. Kan me beter veel wisselen. Ja. En ja, maar ik ga het wel meer uitbreiden, hoor. Wat? Mijn stijl ook. Ja. Ik denk dat het echt leuk is om te doen. Nou, ik ga mijn eigen stijl ontwikkelen. Ja, dat zou ik zeker doen. Dat is echt een leuk idee. Ja. Bedankt voor het kijken. Wij gaan weer aan de slag met nieuwe leuke gasten en nieuwe leuke podcasts. En
talkshows. En hopelijk zien we je volgende keer weer.